Milan en Mike, jullie zijn twee oud-gedienden eigenlijk van de Alverse Boys. Je begint met een nieuwe ploeg aan de voorbereiding. Hoe hebben jullie dat ervaren, die voorbereiding? Nieuwe trainer, nieuwe staf misschien. Is er veel veranderd? Ja, ik denk als je kijkt op het veld al wel dat er wel redelijk wat veranderd is qua samenstelling van het team. En natuurlijk ook qua energie vanuit de staf en de nieuwe gasten brengen ook wat. Eigenlijk was ik over de voorbereiding redelijk tevreden. Maar ik denk dat we vandaag eigenlijk wel door de ondergrens zakken. Mike, waar ligt het aan als je door de ondergrens zakt? Hoe komt dat? Heb je daar een verklaring voor? Jij speelde op een positie waar je normaal niet speelt. Ja, nee, klopt. Ik denk dat het heel lastig is om de vinger op de juiste plek te leggen daarin. Het moet gewoon beter. Dat is de enige conclusie die we kunnen gaan trekken daarover. Het moet beter en zeker als je van de vierde divisie naar de eerste klasse degradeert. Ja, dan moet je wel het voetbal wel op de mat kunnen leggen en de fysieke kracht. Maar dat is helaas niet gebeurd vandaag. Nou, worden bijna alle ploegen beschouwen die bekerwedstrijden nog als onderdeel van de voorbereiding eigenlijk. Hè? Wat ik miste bij jullie was eigenlijk het creëren van kansen. Ja, dat is inderdaad zo. Ik denk dat dat bij ons ligt. Ja. Maar daarin moeten we denk ik Alfie ook gewoon een compliment geven. Dat ze hebben het ons gewoon super lastig gemaakt. Ik denk dat er de afgelopen jaren over Luca bijvoorbeeld heel veel is gezegd. Ja. Maar als je hem vandaag ziet verdedigen, ja, ik neem mijn petje voor hem af. Ja. Ja, hetzelfde geldt eigenlijk voor Anthony die erin kwam. Die probeerde af en toe Egberts voorbij te komen, maar dat is een grote brede man. En die heeft ook van die sterke armen, dus daar kom je niet zomaar voorbij. Nee, dat is zeker waar. Dat is zeker waar, ja. Maar wat ik dan eigenlijk een beetje mis bij jullie zijn slimme ballen vanaf de achterkant of vanaf het middenveld. Zeg maar van die steekballen door die verdediging, want jullie hebben in de tweede helft hele snelle spelers voorin. Dat klopt, er komt op creativiteit uit en dat hebben we vandaag helaas niet laten zien. Ook wat Milan goed zegt, de credits ook naar Alfio, hoe ze verdedigen, stond wel redelijk als een huis. En dan wordt het lastig, dan ga je breien tot er een gaatje is. Ja. Helaas hebben wij dat gaatje niet kunnen vinden. Dat breien noem ik wel eens de Hollandse ziekte. Volgende week nog een bekerwedstrijd en dan begint de competitie. Ben je er klaar voor? Als je vandaag ziet, zou je zeggen van niet. Maar ik denk ook dat daar gewoon nog de juiste mensen op de juiste plek, de juiste formatie moeten we nog gaan vinden. En weet je, de energie straalt er wel vanaf. Vandaag misschien wat minder. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we in de eerste klasse gewoon hartstikke goed mee gaan doen. En kijk, ik denk eigenlijk is niemand bang voor ons, maar wij hoeven ook voor niemand bang te zijn. Het kan alle kanten op, maar ik heb er wel gewoon heel veel vertrouwen in, zeker. Stel je ervoor dat je in de eerste klas allemaal ploegen krijgt als Alfia. Hoe moet het dan? Ja, dan weet je even wat je op de mat moet gaan leggen. En dat is het fysiek meegaan met de duels. Ja. En het voetbal, dat komt uiteindelijk echt wat boven drijven bij ons. Maar ik denk dat we ook heel vaak hebben verloren op de fysieke duels. En daar was Alfia slimmer in. Ja, jullie zijn misschien niet zo'n fysieke ploeg. Zou het daaraan liggen? Kan, wie weet. Je hebt Martijn Hogeboom achterin. Dat is een beer van een vent. Dus, nee, je bent er niet afhankelijk van één persoon. Iedereen moet dat op de mat leggen en stinken ze best om. Nou is een beetje de ambitie uitgesproken om zo geen kampioen te worden dan toch periodetitel te halen. Maar dan moet er nog wel heel wat veranderen, denk ik, hè? Ja, kijk, weer als je vandaag kijkt wel. Maar ik vind het heel makkelijk om naar één wedstrijd te kijken en te zeggen van er moet nog heel veel veranderen. Ja. Volgende week, Jodan Boys, kan het ineens weer heel anders zijn. En dan praat iedereen over Alverse Boys van, bij wijze van spreken, van ze gaan het wel flikken, zeg maar. Ja. Dat het beter moet dan vandaag, 100%. Maar gelukkig hebben we nog een aantal wedstrijden, voor mij nog twee, richting de competitie. En dan begint de competitie en dan heb je ook niet, als je één wedstrijd verliest, gelijk kansloos. Dus ik denk gewoon dat we wel met z'n allen positief moeten blijven. Ja. Oké, jongens, bedankt. Ga lekker ontspannen, hè? Want het was best een lastige wedstrijd. Zeker, fijn weekend.